Het is een feestje zonder kaarsjes. De vijfde editie van de voedselbankactie 1 centimeter broodbeleg. Georganiseerd door wijkagent Erik van Dommelen. Met de actie wordt broodbeleg ingezameld voor kinderen die afhankelijk zijn van de voedselbank in de Leidse regio. En deze actie is heel hard nodig. Ja, het is heel hard nodig. Weet je, kijk, als wijkagent, ik ben wijkagent in Leiderzijd, dan kom je dus inderdaad achter die voordeuren. En als je dan hoort, niet alleen van die ouders, maar ook van docenten van lagere scholen, dat er kinderen zijn die soms twee keer in de week zonder ontbijt naar school gaan, omdat er gewoon geen geld is voor eten. En dat er kinderen bij zijn die, waarvan 's ochtends wordt gevraagd, heb je nu gymnastiek of heb je dat vanmiddag? Want als je het nu hebt, krijg je nu een boterham. En heb je het vanmiddag, krijg je vanmiddag een boterham. Ja, en dat is gewoon om ons heen. En het is gewoon veel dichterbij als dat we denken. Voor deze actie is de wijkagent nog op zoek naar een aantal specifieke dingen. Ja, het is heel simpel. Het is naar overleg met de voedselbank zijn wij op zoek naar, laten we zeggen, naar 5 producten. De aantallen waar we het over hebben zijn 400 pakken hagelslag, melk of puur, 400 pakken vruchtenhagel, 400 potten jam, 400 potten chocopasta en 400 potten pindakaas. En daar gaat het om. En die spullen kan je zelf op het politiebureau komen brengen? Ja, eigenlijk vanaf vandaag. Gisteren ben ik met mijn Twitter-actie begonnen. En uiteindelijk zijn er heel veel media die het op hebben gepakt. Heel veel mensen ook in heel Nederland. Dat is wel bijzonder eigenlijk. Vanochtend zijn de eerste tassen met pindakaas en chocopasta aangebracht. Op de 5 Mijnlaan 135B, daar zit het politiebureau bij de grote rotonde. En tot de 23e december, dan is het de laatste dag. En dan zorgen wij ook dat het bij de voedselbank in Leiden terechtkomt.